Nou, eigenlijk zou ik het wel heel erg leuk vinden als we zouden gaan beginnen met een AliExpress shoplog. De vakantie is voorbij. Yes, ja, ben je blij, hoor? Milo vindt school leuk. Ja, je mag een rokje aan, schat. Vorige keer in de vlog niet eens laten zien eigenlijk, maar ik had vorige week een giveaway gedaan op Instagram en dat was eigenlijk zo, ik heb de 20.000 volgers daar behaald en ik had van tevoren gezegd van als ik daarna de 20.000 volgers behaal dan geef ik jullie een heel leuk pakketje weg. Nou, vorige week had ik dus een pakketje samengesteld en ik heb het inmiddels al ingepakt dus ik kan het niet meer laten zien. Oh wacht, ik kan de foto hier wel eventjes laten zien van wat er allemaal in zat en het waren vooral gewoon pennen en stickertjes en eigenlijk allemaal dingetjes die je kan gebruiken om je journal mee op te leuken en het enige dat je hoefde te doen was even in de reacties te laten weten dat je meedeed. Ik had niet verwacht dat er zoveel reacties op kwamen want inmiddels zijn het er 3300 mensen waar ik uit moet kiezen en ik kan maar één iemand blij maken want ik heb maar één pakketje gemaakt. En ja, ik weet dus nu niet zo goed waar ik moet gaan beginnen. Want normaal gesproken scroll ik er gewoon een beetje doorheen. En dan kies ik gewoon iets als ik bijvoorbeeld vrijkaartjes een meet and greet heb of zo. Maar ja, nu weet ik niet zo goed hoe ik dit moet gaan doen. Dus ik ben eigenlijk even op internet aan het zoeken of ik iets kan vinden waarbij er random gewoon één iemand uit de reacties gehaald worden. Dat moet vast wel bestaan, toch? En dan lijkt mij dat het meest eerlijke dat diegene dan gewoon gewonnen heeft. Dus daar ga ik nu even naar op zoek. Oké, we gaan dit proberen. Daar gaat-ie. Dat ging toch wat makkelijker dan dat ik het helemaal handmatig zelf moet zoeken. Dus ik ga nu even een foto hiervan maken en eventjes het op Instagram eruit gooien dat Pip van Kasteren heeft gewonnen. Ja, als het mooi weer is, dan heb ik altijd heel erg veel zin om te tekenen. En ik had het net op Instagram geplaatst en jullie vragen mij echt al maanden of nou in ieder geval echt al heel erg lang of ik weer eens een keertje een video kan maken waarin ik uitleg hoe je dit soort meisjes kan tekenen. En elke keer zei ik van ja dat wil ik wel heel graag maar ik weet niet zo heel erg goed hoe ik het moet uitleggen aangezien ik het zelf ook nog aan het leren ben. Nou, ik denk dat ik inmiddels wel een beetje een idee heb en ik vroeg dus ook net op Instagram of jullie hier graag een video over willen zien. Nou ja, het was natuurlijk 98% van de stemmen ja en dat had ik op zich ook al wel verwacht, want het wordt al heel erg vaak gevraagd. Dus ik ga er nu even over nadenken hoe ik dit het beste kan verwerken. En ik denk dat het een soort van miniserietje gaat worden dan hier op mijn YouTube kanaal, waarin ik stap voor stap een beetje dit ga uitleggen. Want voor in één video weet ik dat niet zo heel erg goed, maar daar ga ik nog over nadenken en daar kom ik heel snel op terug. Het was echt heel erg lekker lenteweer deze week en daarom hebben we ook heel erg veel buiten gezeten, buiten getekend en sowieso natuurlijk ook heel veel mooie lentetekeningen gemaakt. Verder deed ik in het begin van de week niet zo heel veel nog een beetje nadenken over de video's die ik deze week wil gaan maken en uiteraard even naar de Action om wat nieuwe journalspullen te halen en boodschappen, want dat moest ook gedaan worden. En toen was het alweer dinsdag en dat was een dag waarop ik wat meer huishouden moest gaan doen, want dat moet ook gebeuren. De was en stofzuigen en eigenlijk ben ik bijna de hele ochtend daarmee bezig geweest. Maar gelukkig was ik redelijk snel klaar en bleef er nog een beetje tijd over om ook nog een video op te nemen. Gisteren al dat ik aan het nadenken was over hoe ik jullie kan leren hoe je van dit soort meisjes kan tekenen. En ik heb daar gisteravond een beetje over nagedacht. En ik heb er ook een pagina van gemaakt in mijn journal waarin ik opschreef in hoeveel afleveringen ik dat dan ga doen. En wat ik dan wil uitleggen precies. En ik heb inmiddels bedacht dat ik echt helemaal bij het begin, bij de basis. En ook een niet al te moeilijk poppetje kies. En dat ik jullie dan dus helemaal meeneem met echt het basis tekenen. Het leren omtrekken, maar ook
hoe je er moet aankleden. En ook vervolgens hoe je er het beste kan inkleuren met markers. Maar het is nu bijna 11 uur, dus ik moet over een uurtje alweer de kinderen ophalen. En het is vandaag 19 graden, dus ik wil eigenlijk heel erg graag naar buiten. En ik wil ook heel graag iets van korte shirts aan, maar ik zat net in mijn kast te kijken en ik heb eigenlijk niet zo heel erg veel leuke shirtjes liggen. Ik heb sowieso niet zo heel erg veel kleding eigenlijk. En ik vond het wel tijd om even wat nieuwe shirts te halen. Zodat ik in ieder geval even iets leuks aan heb. Want deze kleur vind ik ook echt niet leuk. Dus dat wil ik eerst eigenlijk even gaan doen. In de vorige vlog liet ik jullie zien hoe weinig winkels wij nog maar hebben in het winkelcentrum. Maar gelukkig hebben wij op de Dorpstraat hier en daar verspreid ook nog een winkeltje zitten. En ook deze kledingwinkel waar ik maar heel erg graag kom. We zijn weer als allerlaatste overgebleven, Mila. Kijk, het is weer helemaal leeg. Ja, we gaan snel naar huis. Ging het goed zwemmen? Kijk, Babette zwaait nog naar je. Doei! Yay! En dan kom ik thuis en er liggen allemaal pakketjes op me te wachten. Ik heb deze net even opengemaakt. Dit is een nieuwe journal die ik heb besteld. En dan zal je waarschijnlijk denken, je hebt toch net een nieuwe journal? Dat klopt, maar je kan nooit boekjes genoeg hebben. Ik wil hier binnenkort een video over gaan maken, dus ik ben hier zelf heel nieuwsgierig naar. En een hele grote doos. En als het goed is, zitten daar allemaal leuke stempeldingen in. En daar komt binnenkort ook een video over. Dus zoals je ziet, genoeg werk aan de winkel. Want ik wil dus van dit boekje nog een video maken. En van deze doos ga ik een video maken. Ik heb hier op de grond, naast deze rommel, nog die lightpads liggen. Maar ik moet nog steeds wachten op de derde. Die is nog steeds niet binnen. Daar moet ik dan eens nog een video over maken. En ik heb inmiddels daar bovenin, kijk, waar zit het? Daar in doosjes ook nog allemaal spulletjes zitten die ik voor een video wil doen. Dus ik moet maar even met Rick gaan plannen wanneer we al deze video's kunnen gaan opnemen. Maar er staan in ieder geval genoeg leuke video's op de planning. Ik moet alleen nog eventjes tijd voor maken. In de avond ging ik naar een vriendinnetje van mij toe waar wij samen zijn gaan schilderen. Want dat is soms gewoon gezelliger dan dat je dat in je eentje doet. Goedemorgen, het is vandaag. Welke dag is het vandaag? Woensdag. Woensdag! Het is vandaag woensdag en wij gaan even wat video's opnemen. Dus we zijn weer druk de woonkamer aan het verbouwen en de lampen aan het neerzetten. En met welke video gaan we eigenlijk beginnen vandaag? Ik durf het niet te zeggen, eerlijk gezegd. Nee, we hebben er inmiddels best wel wat opgestapeld en heel veel dingetjes besteld. En het liet gisteren ook allemaal zien wat we allemaal hebben liggen, wat we willen filmen. Dus we moeten even gaan kiezen waar we mee gaan beginnen. Dat mag jij doen. Dat mag ik doen. Oké, dan ga ik even verder. Nou, eigenlijk zou ik het wel heel erg leuk vinden als we zouden gaan beginnen met een AliExpress shoplog. Want die spulletjes liggen al weken dicht ingepakt te wachten. En ik heb heel erg veel zin om er iets mee te gaan knutselen. Dus ik zou het wel heel leuk vinden als we daarmee beginnen. Want dan kan ik ze eindelijk gebruiken. Is dat een idee? Zeker. Yay. AliExpress shoplog it is. Kijk, dit is het allemaal. En dat hele doosje zit vol. En ik heb het nog niet eens opengemaakt. Dus ja, volgens mij heb ik er eentje opengemaakt. Die als allereerste binnenkwam. Maar die was ook echt binnen 3 dagen al binnen. Maar de rest zit nog allemaal ingepakt. En die gaan we nu openmaken. Want ik wil echt weten wat erin zit. Nou, ik weet het niet hoor. Maar de tafel ziet er nog niet uit alsof we daar aan kunnen gaan filmen. Ah, nee. Maar je dacht, ik ga nu mijn kast opruimen. Nou, nee, ik ben op zoek naar iets. En ondertussen gooi ik alles weg. Of ruim ik het op. Wat tegen. Nee, waarom ligt dit in mijn la? Ja, dat weet ik niet. Waarom doe je alsof dat van mij is? Het ziet er net alsof het van mij is. Het is gewoon touw. Ik gebruik nooit touw. Wat ligt hier dan? Nog meer touw. Oh, die heb ik laatst gekocht. Gekocht? Dat mag niet in mijn la. Nee, ik heb een andere gekocht. Met een rommel in je laadje, liefje. Ja. Wat kan eindelijk gebeuren? We gaan een AliExpress shoplog opnemen. Yay! Yay, liefje! Oh, yay! Yay! Yes!
Jij zou het zeggen? Hey YouTube! Oh ja, even een ander shirt moest ik aan, hè? Gaan we dan nu eindelijk beginnen? Nou, na weken sparen... Dit kraakt wel heel erg bedreigend, maar... Nou, na weken sparen... En het allemaal nog niet open hebben gemaakt. Een paar na, maar ik heb er in ieder geval nog niks van kunnen gebruiken. Gaan we het nu eindelijk uitpakken. We gaan een AliExpress shoplog doen. Ik wilde zeggen, jadaa! Maar dat is Japans. Ja, maar ik heb ook iets uit Japan. Oh. Dus ik mag, doe maar. Oh. Jadaa. Wat doe je? Ik wil die zooi hier weggooien. Dus het blijft nog weer maanden staan. En dat is dit. Oh. Wat ben je toch een krachtpatser de laatste tijd. Het is nu mooi weer, dus ideaal om die troep weg te gooien, toch? Oh, deze gaat trouwens nu weg hoor, liefje. Oh. Heel veel liefde en uren tijd voor je zitten haken. Maanden werk geweest. Maar hij is nu zoveel gewassen dat hij echt niet meer mooi is. Dus hij gaat nu weg. Maar ik vind het wel lief dat je hem zelf hebt gedragen. Oh, zit hier een vriendinnetje van Emily, die is een poppetje aan het tekenen. En ik denk, hey, dat poppetje komt me bekend voor. Dit is Jill. Oh, wat ziet Jill er lief uit. Dit is Jill. Oh. Ja, Ellen. Goedemorgen, schatjes. Oh, wat is ze lekker aan het spelen. Lief. Hoe is je vlogger, Emily? Emily heeft een vlog Barbie. Zo, klaar voor? Ja. Dag lieve schat. Doei Emily. Dus schat. Mm. Tot vanmiddag. Doei. Love you. Yeah. Oké, let's go. Doei Mila. Echt, dan mag je, kus. Dan mag je 10 meter lopen. En dan mag je schat. In de vorige vlog zagen jullie ook dat ik naar de kapper ging. En deze keer was Rick aan de beurt. Zijn haar was inmiddels best wel lang geworden en wel weer nodig toe aan een kappersbeurt. Het is hoog. Ja, het is best wel hoog. Het is wel nodig weer inderdaad. Rick die zit hier naast mij heel hard te werken en ik ook. Ik heb de video bijna klaar, de shoplog die we gisteren hebben opgenomen. En we hebben een heleboel leuke nieuwe dingen gemaakt. We hebben een nieuw outro liedje, een nieuw intro filmpje. Ik heb ook al van die tussenschermpjes gemaakt voor onze shoplog. Maar die staat al gewoon online, dus je kan hem gewoon al hier eventjes terugkijken als je hem nog niet hebt gezien. Maar die ben ik nu aan het afronden en ja, ik vind hem echt heel leuk geworden. Nou, dan moeten we wachten, want over 8 minuten gaat onze video online. En normaal gesproken zet ik de video gewoon online en kunnen jullie hem kijken. Maar heel soms zet ik hem ook wel eens in première. En dan kijken we hem met z'n allen tegelijkertijd en dan kunnen we ook live chatten hierover. En ook Rick en ik chatten dan gezellig mee. Dit krijg je te zien als je geabonneerd bent op dit YouTube kanaal en op het notificatiebelletje hebt gedrukt. Want dan krijg je gewoon een melding als de première online gaat. En dan kijken we dus gezellig met z'n allen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna weekend. Zo zien we weer heel hard aan toe. Ja, nog één ochtendje en dan hebben we alweer weekend. Heb jij die gemaakt? Oh, dat is een mooi, Mila. Die heb je ook gemaakt? Oh, wat mooi, joh. Ik ben de dag lekker begonnen. Even lekker in mijn bullet journal te werken. En ik heb besloten op deze spread alle spullen te gebruiken die we in de shoplog hebben laten zien. Dus al die travel stickers, ook de foto die we hebben gemaakt. En ik vind hem wel leuk. Hij is wel wat kleuriger dan dat ik normaal gesproken doe.
bevalt me wel. Waar ik trouwens wel achter kwam, en dat was omdat een van jullie dat in de reacties liet weten, is dat je deze plaatjes helemaal niet hoeft te plakken met lijm. Maar dat het dus gewoon stickers zijn. Dat wist ik dus echt niet. Kijk, ik zal het laten zien. Kijk, dit zijn die plaatjes. En ja, ze zijn echt zo stevig. Ik dacht echt gewoon dat het van die die-cuts zijn. Maar, kijk. Het zijn dus gewoon stickers. Maar dat maakt ze wel nog leuker eigenlijk. Want dat zijn wel hele mooie stickers. Maar dan weet je dat, als je dus in de shoplog dacht van, oh, ik weet niet of ik ze wil bestellen, want ik hou niet zo van plakken. Het zijn dus gewoon stickers, dus nog meer reden om ze te willen bestellen. Verder ga ik zo meteen eventjes dit pakketje op de post doen. En hier zitten alle spulletjes in van de winactie van Instagram. En het eerste meisje dat ik een berichtje had gestuurd, die heeft nog steeds niet gereageerd. Dus ik heb gisteravond besloten om een andere winnaar te kiezen. Die reageerde gelukkig wel meteen, dus deze kan zo meteen direct de deur uit. En dan is die ook op de post. Ook ga ik zo nog even mijn postvakje legen, want daar ben ik van de week nog helemaal niet geweest. Dus ik ben benieuwd of daar weer wat in zit, dus dat ga ik zo eerst eens eventjes doen. En voor de rest niet zo heel veel meer eigenlijk, want het is alweer bijna vrijdagmiddag inmiddels. Ik moet zo de kinderen alweer van school halen en dan hebben we alweer weekend, want zij zijn op vrijdagmiddag altijd vrij. Dus ik ga heel snel mijn autosleutel halen, ik ga even kijken of er wat in mijn postvakje zit en dan is het al bijna 12 uur. In mijn postvakje zat weer heel erg veel lieve post van jullie, dank jullie wel. De laatste tijd vind ik alleen ook best wel vaak post dat niet gefrankeerd is en daar krijg ik dus rekeningen van. Dus mocht je iets op de post doen, zorg in ieder geval dat er genoeg postzegels op zitten. En afgelopen zaterdag hadden we zin om iets met het gezin te doen en zijn wij lekker met z'n allen naar landgoed Hoenderdaal geweest. Dat is een dierentuin hier in de buurt en die is echt heel erg leuk. Hierachter zit volgens mij de leeuwen. Hoor je de leeuwen? Ze mogen ook zelf beslissen of ze wel of niet meedoen in de show. Denk toe bijvoorbeeld een bosje met allemaal takken. En die vogel loopt er gewoon naartoe. Dus ik vond Jordi goed. And you're not that someone who will find my heart and bring peace to my mind. So move on. Je moet wel het goede voer meenemen. Ja. Dat heb ik allemaal in mijn haar zitten. Ah, daar is het erin. Drinken? Oh, papa is al. Drinken? Leuk. Drinken? Papa is de vogelverzamelaar. Wat is het geheime recept? Wax van de Jumbo. Wax van de Jumbo. Ja, hij wil echt niet weg. Nou, tot morgen dan. Doei! Jij zit vooral niet zo lekker. Nee, dat gaat hij hangen aan mijn haar. Kijk, kijk. Even je zwaar, hè? Nee, de test staat vooral ook in op mij. Not that someone who will find my heart and bring peace to my mind.
En dat was alweer de vlog van deze week. Als je de vlog leuk vond, geef deze video dan eventjes een like. En vergeet je uiteraard ook niet te abonneren op dit YouTube kanaal. In ieder geval dankjewel voor het kijken. En tot snel weer. Doei!